Hi, hier is Paul weer. Welkom bij de Geldboomshow. Vandaag gaan we verder met Sam. Sam is 24 jaar, dus een twintiger. En zijn doel is om zijn portfolio nu met rust te laten. Dat ga ik zo meteen bespreken. Laten groeien en dan later weer verder te gaan. Hij heeft een portfolio opgebouwd inmiddels van 26.000 euro. En daar komt een dividend uit per jaar van 303 euro. Dat is al een heel mooi getal, denk ik. Een mooi portfolio voor zijn leeftijd. En zijn grootste positie is de Vanguard S&P 500 ETF. Daarnaast heeft hij een losse positie in Alphabet en een losse positie in Ahold. En wat is er nou zo leuk, mensen? Ik heb de internationale dataset van Fastgraphs. Dus ik kan ook eindelijk Nederlandse aandelen laten zien, zoals Ahold. En dat gaan we straks doen. Op het einde gaan we kijken naar Ahold. Hoe is de waardering? Hoe is de free cashflow? En allemaal van dat soort dingen. Maar eerst nog iets meer over Sam. Sam is begonnen in 2022, dus 2 jaar geleden. Hij zei zelf: ik was er lekker vroeg bij. Dat is waar, toen was hij zelf 22 jaar. En in 2 jaar tijd heeft hij een portfolio opgebouwd van 26.000 euro. Ja, supergoed gedaan, denk ik. Een mooie basis. Maar, en dit zijn zijn eigen woorden, helaas is Sam weer begonnen met studeren. Ik denk dat hij de vorige 2 jaar heeft gewerkt en dat hij nu weer gaat studeren en dat zijn inkomen daardoor wegvalt. En daarom zegt hij dat hij het investeren op pauze moet zetten. Maar hij hoopt dat zijn portfolio door gaat groeien en dat hij na zijn studie het investeren weer op kan pakken. Hij heeft langetermijnposities ingenomen en ik denk dat dit eigenlijk een hele mooie manier is. Een beetje gedwongen door de situatie. Maar hij heeft een portfolio opgebouwd wat hij gewoon met rust wil laten de komende jaren. Tenminste, ik weet niet hoe lang zijn studie gaat duren. Maar zijn idee is om nu niks meer te doen, om het gewoon te laten lopen. En hij heeft vertrouwen in wat hij heeft uitgekozen. En dat is denk ik ontzettend mooi en ontzettend goed. Warren Buffett geeft die les ook wel vaker. If you aren't willing to own a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes. Eigenlijk is dat wat Sam nu heeft gedaan. Hij heeft ook een linkje gestuurd naar zijn portfolio op Getquin. Dit is zijn portfolio, ook mooie total returns al. En dit is zijn portfolio op dit moment. De Vanguard S&P 500 ETF, een weging van 64%, 17.000 aan portfoliowaarde. Een paar losse aandelen maar. Alphabet, Google, dat is een losse aandeel van hem. Ahold Delhaize, dat is zijn enige dividendgroeier. Dus die ga ik ook bespreken. En PayPal en ook nog één aandeeltje van SoFi, van Sophie. Daar heeft hij ook nog een verhaaltje bij. Verder, waarom heeft Sam zoveel Vanguard? Waarom heeft hij die S&P 500 ETF zoveel toegevoegd? Nou, dat heeft hij heel mooi uitgelegd. Hij is begonnen met een basis op te bouwen in de FUSA ETF, omdat hij het idee van individuele aandelen nog te spannend vond. Dit is letterlijk wat Sam mij heeft gemaild. Toen hij eenmaal 10.000 had, dus 10.000 euro in zijn S&P 500 ETF had opgebouwd. Toen is hij begonnen met tech-aandelen, losse tech-aandelen, zoals Microsoft, Google en Meta. Maar dit is wel echt heel verstandig en heel erg goed natuurlijk. Als je begint met investeren, en ik krijg nog steeds mensen die beginnen met investeren en mij om tips vragen, je moet altijd je eigen weg kiezen. Maar als je niet weet waar je moet beginnen, als je het allemaal spannend vindt, is het heel veilig om gewoon met een ETF te beginnen. En dan met een ETF van de S&P 500, van de Allworld of van een dividend ETF. Dan ben je meteen gespreid, dan laat je je geld wel voor je werken. En dan kun je ondertussen leren, net zoals Sam heeft gedaan, en kun je als je eenmaal een mooie basis hebt gelegd. Dat heeft Sam echt fantastisch gedaan. Kan je dan investeren in individuele aandelen? Nou, Microsoft, Google en Meta onder andere. Dat zijn ook nog eens drie hele mooie. Microsoft en Meta heb ik verkocht omdat ik de waarderingen van deze aandelen wel erg prijzig vond worden. En ik ook nog exposure had via mijn ETF. Ja, dat is een eigen keuze. Ik vind dat altijd lastig. Wanneer moet je verkopen? Zeker als het hele goede bedrijven zijn. Maar hij heeft gelijk. Hij heeft een hele grote positie in die FUSA, in de Vanguard S&P 500 ETF. En daarvan is 7% Microsoft. Dat kun je zien in de holdings van die ETF. En ook nog 2% aan Meta. Dus hij heeft nog steeds, ondanks dat hij die individuele aandelen heeft verkocht, heeft hij nog steeds best wel veel Microsoft. Nou, daarom heeft hij het verkocht. Verder heeft hij nog Google. Die heeft hij wel vastgehouden. Hij zegt dat hij die waardering nog mee vindt vallen, niet verkoopwaardig vindt. Dat hij denkt dat Google prima kan groeien en dat het een mooie langetermijnpositie is. PayPal ziet hij als een value play, zo noemde hij dat. PayPal gaat niet heel goed. Het sentiment is heel erg negatief. De koers is flink onderuit gegaan. Maar hij denkt dat het overdreven is, dat die koers weer op gaat veren, dat PayPal weer gaat leveren in de toekomst. En dat die positie, als hij klaar is met studeren, hoger is dan nu.
En hij heeft één aandeeltje overgehouden van SoFi. Van SoFi, daar had hij ook een verhaaltje bij. Een beetje een sentimenteel verhaaltje, Sam. Maar die gebruikte hij veel om te swingtraden. En hij heeft één aandeeltje overgehouden vanwege het sentiment. Hij kan niet meer zonder zijn SoFietje. Dus hij heeft één aandeeltje overgehouden. Verder wil ik Ahold Delhaize gaan bespreken. Of nee, dat gaan we niet doen. We gaan eerst naar beneden. Want Sam krijgt wel gewoon prima dividendinkomen. Ook de S&P 500 ETF geeft natuurlijk dividend. Want daar zitten heel veel dividendbetalers in. Coca-Cola zit erin, Johnson & Johnson zit erin. Nou, noem ze allemaal maar op. En daar krijg je ook dividend uit. Dus Sam krijgt wel dividend. €303 wat hij mag verwachten in 2024. En die S&P 500 ETF die keert elk kwartaal uit. Dus in maart, in juni, in september en in december. En verder krijgt hij nog dividend van Ahold. Dat is hier in april en waarschijnlijk in augustus. Twee keer per jaar interim dividend en slotdividend. Alphabet, PayPal en Sofietje die geven geen dividend. Dus daar kun je geen dividend van verwachten. Daar moet je het hebben van de koerswinst en dan verkopen. Als ik naar Ahold ga, want die wil ik bespreken. En dat is een hele leuke om te bespreken. Het is een van de Nederlands mooiste dividendgroeiaandelen, denk ik. Dit heb ik uit het Annual Report gehaald. De dividendgroei van Ahold sinds 2019 hebben ze mooi in zo'n grafiekje, zo'n diagrammetje weergegeven. Dat zijn hele mooie groeicijfers. Het dividend is gegroeid met 18%, 5,6%, 10% en 4,8% in het laatste jaar. Een mooie dividendgroei. Je krijgt op de huidige koers een dividendrendement van 4%. Ja, is behoorlijk aantrekkelijk als je gaat kijken naar de dividend yield en de dividendgroei wat Ahold ongeveer gaat leveren. Ze groeien al iets van 15 jaar hun dividend. Ook dit kwam ik nog tegen. Dit vind ik altijd belangrijk als ik naar een nieuw bedrijf ga zoeken. En ik heb interesse in Ahold. En wat ik dan zie is dat zij een sustainably growing dividend willen bieden aan hun aandeelhouders. Dit komt ook uit het annual report van 2023. Nou, dat wil ik zien. Dat ze een dividend, een groeibeleid hebben. Dat ze het ook leveren. Dat ze het ook laten zien. En dan kan ik het gaan bekijken op Fastgraphs. Nou, dit is Ahold. Dit zijn de earnings per share. Dat is die oranje lijn. Winst per aandeel, dat gaat redelijk gestaag omhoog. Het is nooit heel erg pieken en dalen met een bedrijf zoals Ahold. Het is heel stabiel. Het is natuurlijk Albert Heijn, als je het niet weet. Het is Bol.com, Gal & Gal, Ethos, Delhaize in België. Ze hebben ook supermarkten in de Verenigde Staten. Dus het is een heel gespreid fonds eigenlijk. En het is een heel mooi fonds, denk ik. Ze keren dividend uit. Dat kun je hier zien vanaf 2027. En altijd keren ze meer dividend uit vanuit hun aandelen. Hier ziet het er een beetje raar uit op Fastgraphs. Dat komt of door een speciaal dividend of door de invoering van interim dividend en slotdividend. Dan gaat dat een beetje door de jaren heen lopen. Dan krijg je misschien een beetje een verkeerd beeld als je het op de verkeerde manier begrijpt, zoals heel veel Amerikanen doen. Maar als je interim en slotdividend goed begrijpt en je gaat kijken naar het dividend per boekjaar, dan zie je dat vanaf 2019 het dividend gewoon mooi gestaag is gegroeid. Dus dat is Ahold. Als ik ga kijken naar de koers, wat is de waardering op dit moment? Dat is 10 tot 11 keer de winst betaal je nu bij de huidige koers. Die is ongeveer €27 per aandeel. Dat is denk ik best wel mooi geprijsd. Als we gaan kijken naar de normale waardering, dan is dat 15 keer de winst bij Ahold. Nu is de koers een stukje lager dan de normale waardering. Ik denk dat het best wel interessant is op dit moment. Zit er aardig onder. Kan er ook onder blijven natuurlijk. Het kan nog 3 of 4 jaar ondergewaardeerd zijn. Dat kan allemaal. Dividend yield is nu bijna 4%. Dividendgroei is gemiddeld gezien, historisch gezien, best wel hoog bij Ahold. Zeker tussen de 5 en de 10% die ik graag zie bij mijn aandelen. Is het een hold? Is het een buy? Is het een hold? Is het een buy? Nou, ik denk dat het een buy is. Als je hem, tenminste, ik zou hem best wel willen kopen. Ik heb interesse in Ahold. Als ik ga kijken naar de free cashflow, want dat is natuurlijk ook belangrijk. En daar zag ik wel iets wat een beetje zorgwekkend is misschien. Nou, tenminste, ik weet niet of het heel zorgwekkend is. Maar Ahold heeft het heel lang heel goed gedaan. Ik denk ook een beetje met corona hebben ze misschien goede jaren gehad. Ik heb niet heel erg in de cijfers gekeken van Ahold. Maar dit zijn de cijfers op dit moment. En ja, de free cashflow is wel flink naar beneden geklapt, wat je kan zien. Maar het dividend, die witte lijn, wordt wel gewoon keurig gedekt door de free cashflow. Hier was het heel netjes met 26%. Nu 48%. Ja, zeg rond de 50% wordt nu verwacht aan payout ratio van het dividend op basis van de free cashflow. Dat is op zich oké, denk ik. Als ik ga kijken naar hoe de free cashflow gaat groeien in de toekomst, een flinke hap eraf.
Dan moet je beter bekijken, denk ik, in het annual report, in de cijfers. Dat heb ik nu niet gedaan. Maar dat is wel veel eraf. Voor de komende jaren wordt het weer stabiel en gaat het weer licht groeien. Ik kan ook nog even kijken naar de earnings. Hoe verwacht dat te groeien in de komende jaren, als er groei wordt verwacht tenminste? Voor 2024 min 1, dan 10% earningsgroei, dan weer 8% earningsgroei. Dus het gaat weer een beetje normaal worden. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Ik denk niet dat je je zorgen hoeft te maken over de dividendveiligheid van Ahold. Ze hebben een dividendgroeibeleid. Het dividend wordt nog steeds ruim gedekt door de free cashflow. Maar het is wel even kijken, wat is er gebeurd? Waardoor die free cashflow zo ontzettend naar beneden is gezakt. Ik weet niet wat het is, dat moet je dan uitzoeken. Maar Ahold is altijd een interessante. Ik heb hem ook op de radar staan en ik wil hem ook nog een keertje verder onderzoeken. Om hem misschien toe te voegen aan mijn portfolio. Verder was dit het portfolio van Sam. Ik denk een mooi portfolio. Ja, met een mooie gedachte van gewoon iets doen waar je vertrouwen in hebt. Waar je gewoon rustig bij kan slapen. En gewoon kan laten groeien. Terwijl je aan het studeren bent of ja, misschien iets anders gaat doen. En misschien een mooie reis gaat maken of wat je situatie maar is. Ik denk een mooi, sterk portfolio. Je kan Sam zoeken op Samurai, op GetQuinn. Samurai Sam, je kunt hem zoeken hier. Kun je zoeken op Samurai, dan kom je Sam tegen. Dan kun je hem volgen. Je kunt, Sam kan jou weer volgen. Kun je elkaar weer ontdekken, meer ontdekken. Kijken hoe een ander over investeren denkt. En dat soort dingen doen. Jullie kunnen allemaal meedoen met de Geldboomshow. Dan mag je een mailtje sturen naar levendividend@gmail.com. Je moet een GetQuinn accountje hebben. Je kunt een GetQuinn accountje aanmaken gratis via het linkje in de beschrijving van elke video. Dan help je mij als je een accountje aanmaakt via die link, daar krijg ik wat voor. En wat je moet meesturen is dit. We gaan niet kijken naar mijn portfolio, maar dan kan ik het beter laten zien. Je moet hierop drukken, op dit dingetje. En dan krijg je dit. Dit leg ik elke keer uit, ik blijf het uitleggen. Als het goed is, moet er dan iets tevoorschijn komen? Ja, daar is die. Dit linkje moet je dan meesturen. Dan kan ik jouw portfolio op deze manier zien. Net zoals ik Sam's portfolio heb laten zien. Dan kan ik jouw portfolio meenemen in de portfolio show. Vertel wat over jezelf. Vertel iets over je doelen. Vertel iets over je aanpak. Vertel welk aandeel je graag wil zien in Fastgraphs. Je kan nu alle aandelen kiezen. Dus dit was Sam. Reageer op Sam. Vertel iets over Sam. Wat vinden jullie ervan? Deel wat je wilt delen. En dan ben ik er morgen weer met de volgende Geldboomshow. Dan is Nick uit de buurt aan de beurt. En dan gaan we helemaal naar Curaçao. Dat wordt ook een leuke aflevering, denk ik. Dus ik hoop jullie morgen weer te zien. En voor nu, bedankt voor het kijken. Doeg!